In het Keertsmuseum hing je van Joerdouw de oudst bekende tekeningen van de PC. Het gaat om tekeningen uit 1881. Via de Universiteit Friendship in Binsenooskonk wordt het Keertsmuseum. Ze zijn ontzettend belangrijk, want het is uw eerste blik op de PC. Een jedere blik van meesten dat we echt zien kennen, hebben we net. We hebben wel verslagen, uitslagen, maar dat we echt meesten herkennen, dat hebben we nog net. Sa oud. De tekeningen jou een goed beeld van hoe het de PC doe belibben waard. Het is een oorbeeld als dat nou haast. Voor mij is het haast fronsk. De meesten gaan scherpen aan, pofbroeken, een beetje pieten, maar dan ontkeertsen. En zonder een pet op vanzelf. Deze gravure is jou today nog van groot belang voor de PC. Die gravure die is broekt voor de koningsbal. Die zit op de koningsbal, of een interpretatie daarvan. Deze tekening, daar is een gravure van maken, die koen wel. Die gravure is op koningsbal. En die, ja, elke vijfde waasje in juli, dan broeken we die koningsbal. Dus ja, dit is echt een stukje PC-skiertnis.